welkom. We hoorden hier net ondernemingen staan onder toenemende invloed van buitenaf. Omgekeerd beïnvloeden ondernemingen ook de samenleving. Maken zij ook deel uit van de samenleving door nieuwe producten te ontwikkelen, nieuwe technologieën te ontwikkelen, mensen jobs te geven, al dan niet een zinvolle tijd daarin te geven en welvaart te creëren. En dus hebben wij in dat onderzoek van de denktank naar het ondernemerschap van de toekomst, kwamen wij al snel tot de conclusie dat je zo'n toekomstvisie niet kan brengen zonder ook in dialoog te gaan met de samenleving. Dat hebben we vooraf gedaan, dat willen we ook hier op het podium brengen. Dus nog eens van harte welkom. En laat ons onmiddellijk beginnen met een tweede kenmerk van wat volgens ondernemers, maar ook stakeholders, waardegedreven ondernemerschap typeert, naar voren te brengen. En dat is dat zo'n onderneming mensgericht is. Eigenlijk gaat het daarbij over, ik zie dat we al een enquête krijgen, een enquêteresultaat krijgen, over die match tussen waarvoor staat een persoon in organisatie en de organisatie zelf. 54% van onze leden van Ondernemend Vlaanderen vindt dat vandaag heel belangrijk, bijvoorbeeld bij aanwerving. Het gaat dan eigenlijk ook een beetje om dat tweede kenmerk dat Frédéric Laloux daarnet naar voren bracht, van dat je jezelf kan zijn op het werk. Ik zou dat kenmerk graag eerst met jou bespreken, Hanne. Ik denk dat het gepast is op een toekomstcongres om ook de jeugd aan het woord te laten. Maar daarnaast denk ik ook dat jij misschien wat minder bekend is dan mijn andere gesprekspartners. Jij bent studentenjournalistiek en ondanks het feit dat jij nog maar net 20 bent, denk ik, toch al 40 jobs hebt op je cv. Misschien moet je dat even uitleggen aan deze ondernemers. Ja, dat klinkt heel waanzinnig, maar dat is het eigenlijk niet. Vorig jaar heeft het onderwijsmagazine Klasse een boodschap uitgestuurd en ze zochten twee jongeren die een jaar lang 40 jobs zouden uitvoeren. En omdat ik nogal een beetje problemen had met een juiste studiekeuze te kiezen, ben ik daarop ingegaan. En na heel wat selectieprocedures zijn Brecht Hertelaer en ik, allebei net van de schoolbank af, daaruit gekozen. En wij zijn dan allebei in de arbeidsmarkt gevallen en wij zijn elke week eigenlijk ergens anders in een andere sector een job gaan uitoefenen waarbij Brecht dan voor de televisiereportages maakt, door iedereen beroemd. En ik eigenlijk meer de teksten en de sociale media en al het journalistieke werk daaromtrent verzorgde. Maar wij deden elke week een job zoals iedereen normaal naar zijn werk gaat, gingen wij dat ook. Jij deed vooral het geschreven werk, maar je hebt ook wel iets voor de televisie zelf gedaan. We gaan een fragment zien uit het programma Roadies, waarin jij de concertfotografie uitprobeert. We kijken even naar dat fragment. Een week lang met Koen Bouters mee fotograafje spelen. Koen Bouters is, ik weet niet wat, een coole fotograaf. Hanne Reumers maakt foto's voor Roadies. Het is keert een ander niveau, dus ik hoop dat hij mij niet gaat uitlachen of zo. Ik ga zeggen, Hanne, nee, je hebt dit echt niet. Ik vind het echt spannend. Ik denk dat dat mijn BV's gaat zijn, hè. Ik ben er klaar voor. Ik ben net een halve dag terug uit Luxemburg. 3 uur en 3 uur terug. Nu hebben we kunnen babbelen en zo en dan gaat dat wel voor 6 uur. Maar 6 uur alleen? Pff. Alle foto's die hij maakte, één voor één voor één, zijn niet goed. En als hij daar is, is dat ook pam 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 pam. En uit die 100 goeie haalt hij er dan nog eens 5 echt super goeie. Hoe cool is dat? Ik liep daar dan mee met mijn Kodakske. Zo. Ik ga ook een foto maken en dan slechte belichting, onze bewegen. Ja, die metalmannen, hè, ja, natuurlijk bewegen die. Ik heb keiveel geleerd ook wel. Maar concertfotograaf, een echte professionele fotograaf, daar moet je veel lef voor hebben. Zo. Ik weet niet of ik dat heb. En ik weet ook niet of ik het in mij heb om elke dag van de ene opdracht naar de andere. En van daar en terug naar daar en dan terug naar daar. En dan kom je s'avonds om 11 uur thuis en dan moet je nog foto's bewerken. En deadlines halen en stress en meer en... Wow. Dat voor een mooie foto, dat is veel werk. Maar wel cool veel werk. Is wel echt cool. Cool, maar
toch niet helemaal dat wat in je zit, zei je. Waren er zo jobs in die kennismaking met al die verschillende jobs waarvan je zei, dit is nu wel iets dat bij mij past? Ja, zeker. Er waren er veel. We hebben bijvoorbeeld een week op een bioboerderij voor mensen met een beperking gewerkt. Ik vond dat ook een interessante job, omdat ik dat ook als vakantiewerk doe, maar daar met jongeren op vakantie. En ik wou dat studeren. Maar door een week die job echt uit te voeren en met die mensen in contact te komen en de dagdagelijkse beslommeringen uit te voeren, kwam ik ook wel op het idee van het past niet helemaal bij mij. Dus iets wat ik heel graag wou doen en wat ik me echt wel zag zitten, bleek dan toch niet helemaal te passen als je het echt probeert. Maar er waren heel veel jobs waarvan ik dacht, zet mij hier maar langer dan een week. Nu, nadat dat project was afgerond, hebben jullie op de website van Rodies een aantal aanbevelingen gedaan voor jongeren voor zij op de arbeidsmarkt treden. En daarin zei je, in het zoeken naar een droomjob, zoek iets dat bij je past, qua functie, maar ook naar werkomgeving. Ja, wat bedoel je daarmee? Ik denk dat heel veel jongeren van mijn leeftijd op zoek gaan naar de droomjob. En die zijn daar al van kinds af mee bezig en we studeren iets en dan ga ik... Ja, bij de radio werken of ik word de leerkracht, maar vaak vergeten ze een beetje dat die droomjob uit verschillende facetten bestaat. En soms zijn de collega's niet echt uw ding of ligt het de werkomgeving u niet. En ik denk dat dat vaak voor meer doorslag kan zorgen en dat dat tot een droomjob kan leiden in plaats van de job effectief. En zo waren er jobs waarvan ik dacht eerst, dat is echt niks voor mij, bijvoorbeeld process operator of orderpikker. Maar terwijl dat die werkvloer wel heel aangenaam was en wel, ja, en dat zorgde een beetje dat een mindere job toch voor veel meer plezier zorgde dan iets waarvan ik dacht, dit wordt echt geweldig en waar dan de omgeving en eigenlijk. En wat voor een bedrijfscultuur, werkomgeving, bedrijfscultuur, is dat dan dat je zegt van kijk, hier voel ik iets waardoor ik mijzelf als persoon ook meer thuis voel? Gelijkheid vond ik heel belangrijk. Ik heb in een garage gewerkt met uitsluitend stevige bonken die aan auto's sleutelen en die opnieuw glad spuiten. En ik was echt de eerste meisje dat binnenkwam en ik had mijn nagels gelakt en die waren heel bezorgd om mij. Maar die behandelden mij wel alsof ik een jongen was en die lieten mij gaan. En ook de baas kwam daarbij en die praatte mee met de mannen over wie dat er een baby had gekregen. En zij praatten dan met hem en ze spraken hem ook aan met de voornaam. En dat vond ik... Ja, heel belangrijk dat je een beetje gelijk bent aan elkaar en dat je ook op elkaar kunt vertrouwen en dat die communicatie tussen elkaar wel vlot verloopt. En op andere bedrijven liep dat totaal verkeerd. En dan merk je dat mensen zich daar ook... Ik was vaak niet de enige die zich daar dan op haar ongemak voelde. Nog één vraagje over je ervaring met dit project. Heeft het een ander beeld gegeven voor jou op wat werk is? Ja, absoluut. In welke zin? Ik ben opgegroeid in een grote familie met alleen maar leerkrachten. Dus het was vrij beperkt in de kennis. Ik wist wel veel over maaltafels en dt-regels. Ik kan veel over het onderwijs vertellen, maar mensen die op een kantoor werkten of die dag in dag uit handarbeid moesten verrichten of moesten verpendelen of zo naar een job, dat kende ik niet, want bij ons was dat allemaal in het dorp. En, dus op dat vlak heb ik heel veel... nieuwe werelden ontdekt. Ik heb geleerd dat er ook mensen zijn die 8 uur aan een bureau zitten of die een uur in de file staan. En, hallo, wie doet dat nu? sorry, het is echt de waarheid. er zijn zoveel meer bedrijven en jobs. Ik had nog nooit van process operator gehoord. Ik wist zelfs niet wat dat was, dus ik ben heel dankbaar dat ik die job heb mogen doen en dat ik 40 verschillende aspecten van de maatschappij toch heb een beetje dichter mogen bekijken. Ja, dank u wel. Meneer Peumans, welkom. Hier zijn nieuwe werelden opengegaan door dat uit te testen. Dit was een project meer geïnitieerd vanuit het Vlaams Ministerie voor Onderwijs. Zou het een idee zijn om jongeren die nog niet weten waar ze naartoe willen met studies, met werk, om hen zo te laten proefdraaien in organisaties? Ik denk dat dat heel zinvol is, maar ik denk... Wat wij een beetje missen, is de belangstelling van jongeren voor technische beroepen. Mm-hmm. Ik merk dat het heilige der heilige is blijkbaar als je algemeen secundair onderwijs volgt, terwijl er nogal een beetje, vind ik, minder waardig gedaan wordt over technisch onderwijs. En ik denk datgene wat die Hanne, die het overigens heel goed kan uitleggen, wat Hanne eigenlijk heeft toch kunnen smaken van een aantal beroepen, en ik denk dat het eigenlijk
zou eigenlijk voor veel meer jongeren moeten kunnen gebeuren. Ja. Nu, de overheid probeert dat wel op te lossen door deeltijds onderwijs, waarbij je een combinatie hebt van werk en een beetje onderwijs, vooral voor jongeren die onderwijsmoe zijn. Maar vooral het technische is toch iets wat de overheid denk ik veel meer moet op inzetten. En vooral eigenlijk het imago dat technisch dat minder waardig is, daar zou je toch een stuk van af moeten. Ik zou een ander onderdeeltje van dit kenmerk mensgericht ondernemen willen aanraken. Waar het hier ook over gaat, is niet alleen dat een job goed bij je past, maar ook dat je je persoonlijk kan ontwikkelen in je werk, dat je werk zinvol is. In het kader van de verlenging van de pensioen of de verhoging van de pensioenleeftijd, moeten langer werken, is het ook belangrijk dat mensen met goesting blijven werken. Hoe zouden ondernemingen, organisaties kunnen bijdragen aan die zinvolle jobs? Nu, ik denk misschien toch wel interessant te vermelden. We hebben bij de SERF heb je de Stichting Innovatie en Arbeid. Die eigenlijk die link toch voor een heel stuk probeert te leggen tussen innoveren in jobs en naar arbeid toe. En ik denk het interessante daarvan is eigenlijk dat, een beetje in tegenstelling tot die meneer Lalou, want ik schrok daar in het begin toch wel een beetje van zijn uiteenzetting, die overigens zeer goed Nederlands sprak, die man, vond ik, omdat hij zei dat hij slecht Nederlands sprak, maar ik dacht dat het een Nederlander was, maar goed, dat even tussendoor. Dat is eigenlijk dat bij dat onderzoek heel duidelijk gebleken is dat mensen best bereid zijn om langer te werken, maar dat er eigenlijk drie elementen uit die studie eigenlijk drie elementen naar voren komen. Dat is de werkdruk van mensen. Dat is de afwisseling in werk, hè, want Anne verwees er straks bijvoorbeeld mensen die procesoperator zijn. Ik denk af en toe toch, als je 8 uur aan een stuk eigenlijk aan een band staat, dat is niet vanzelfsprekend. En ik denk dat het belangrijk is dat mensen ook een stuk afwisseling hebben in de jobs die ze op een of andere manier uitvoeren. En drie, wat natuurlijk ook belangrijk is, dat is dan sommige beroepen, dat er toch wel een geweldige fysieke belasting is voor mensen. En ik denk die drie elementen zijn volgens mij, daar ben ik uit de studie, dat zijn drie elementen die volgens mij meer aandacht zouden moeten verdienen om mensen inderdaad een zinvol werk te geven. Mevrouw Albers, hoofdredacteur De Tijd, u schreef toen dit ook een beetje op de politiek en de mediaagenda kwam, ja, zinvolheid van werk, zinvolle jobs, allemaal goed en wel, die moeten er zijn. Maar we moeten toch opletten dat we niet weer iets gaan opleggen aan werkgevers, ondernemers. Er zijn al anti-burn-out plannen, diversiteitsplannen en dergelijke meer. Het mag niet een soort van nieuwe administratieve ballast worden. Ja, het slechtste wat nu zou kunnen gebeuren is dat er hele grote werkgroepen worden gecreëerd en dat er hele grote plannen worden opgesteld rond werkbaar werk, maar dat dat een papieren tijger wordt. Want ik zie het ook een beetje bij ons bedrijf in het klein. Wat je allemaal moet invullen, dat is best wel wat. Wat niet wil zeggen dat werkbaar werk, als we allemaal langer gaan werken, en dat zal wel moeten, niet heel belangrijk is. Maar wat is werkbaar werk? Wat geeft jou energie? Mm-hmm. Dat is betekenisvol werk. Hoe gaan we terug betekenis? Hoe gaan we betekenis geven aan werk van mensen? En dat laat zich niet altijd vatten in allerlei vaste regeltjes. En dat punt heb ik toen vooral willen maken. Ja, het is ook iets heel persoonlijk, maar hoe zouden werkgevers, ondernemers daar kunnen op inspelen? Ik denk, zonder regels? Door je heel goed af te vragen, wat geeft mensen energie? Wat geeft jou energie in jouw werk? En dan denk ik, betekenis geven is wel een hele belangrijke. En als ik mij dan afvraag, hoe kunnen we dat nu in een organisatie invoeren? Dat is ergens ook wel zien dat je deel uitmaakt van een geheel. En Hans Bourlon zei het daarnet ook al, het is heel belangrijk dat mensen weten voor wat soort bedrijf ze werken. Dus heel goed weten wat de raison d'être is van je bedrijf, waarvoor je werkt. En goed gewaardeerd worden voor dat deeltje dat je bijdraagt in het geheel. En ik denk dat er heel veel bijziendheid gecreëerd wordt door sommige werkgevers, werknemers ook, en dat daardoor ook wel veel lusteloosheid ontstaat als je niet het idee hebt dat je ergens van betekenis bent. En wat bedoel je met die bijziendheid? Dat er waanideeën over zijn of dat mensen zichzelf misschien niet genoeg kennen? Nee, dat ze hun eigen jobje niet
kunnen inpassen in het geheel, in de gehele doelstelling. En we hadden het daarnet in de productieketen heel even over, ja, zorg ervoor dat het niet allemaal in opgekapt stro gebeurt, maar zorg misschien voor teams die zelf kunnen beslissen hoe dat iets georganiseerd wordt, maar dat er meer afwisseling in een aantal taken komt. Maar dat geldt eigenlijk voor elke job, denk ik, is wel dat je heel goed ziet voor wat je bijdraagt. Ik probeer ook elke dag op mijn redactievergadering aan mijn journalisten te zeggen, kijk, met wat gaat de tijd vandaag of morgen in de krant het verschil maken voor zijn lezers? En eerst denken over de krant of de site als geheel en niet puur over ik ben bezig met dat stukje over dat bedrijf en als mijn stukje af is, ja, dan is het fijn. Nee, als mensen het gevoel hebben van we zijn aan het werken voor een geheel, iets dat, waarvan dat we denken, iets wat dat betekenis geeft, dan zal dat werk misschien ook al op zich werkbaarder worden. Iets anders is natuurlijk dat je inderdaad veel aandacht moet hebben aan het... maar mensen mogen niet het gevoel hebben dat ze uitgeperst worden als citroenen, dat op een hele korte tijd alles moet gebeuren, dat ze daar wel wat zelf in te zeggen hebben. Dat klopt allemaal ook wel. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste, de inhoud van het werk, de betekenis van het werk is. Jan Leijers, voor een artiest denk ik dat het bijna de logica zelf is dat wat je graag doet en waarvoor je betaald wordt, toch zeker als je succes hebt, dat mooi samenvalt. Heb ik dat goed of niet? Dat is waar je op hoopt, maar dat was zeker niet... Ik moest lachen omdat Hans Boulon vertelde Latijn-Griekse bij de Jezuïeten en dan daarna filosofie. Ik heb dat dus filosof, ook gedaan. Ja, ja. Ik ook trouwens. We zijn hier in de meerderheid. Ja. En ik kan ons goed, denk ik, in een volgorde zetten van wie heeft het verst gebracht. Ik stel hier ik ben vragen, eigenlijk helemaal die lijn blijven volgen. Dus ik ben eigenlijk verwittigd toen ik mij ging inschrijven in de Prinsstraat in 1975. Ik kwam dus van de humaniora en ik ging in de Prinsstraat mij inschrijven aan de UFCA, heette dat toen nog, de Universiteit van Antwerpen. En dat was een pater, jezuïet. UFCA waren ook jezuïeten, dus ik heb van mijn derde studiejaar tot en met tweede kandidatuur bij de jezuïeten gezeten. En die zei, ja goed, wat is uw naam? Ik zeg, ja, Jan Leijers. Ja goed, voor welke richting komt u inschrijven? Ik zeg, filosofie. En die man die kijkt op, filosofie, zegt hij. Je weet toch dat je daar niks mee kunt doen? Ik zeg, Leijers, dat is E-Y-E-R-S. Ik vond dat een geweldig, aanlokkelijk idee. Een studie waar je niks mee kon doen. Maar dat waren, ik geef dat toe, dat waren andere tijden. Niemand was toen ook bezig met pensioen. Weet je wel? Pensioen, dat was iets voor over 5 levens of zo. Dat was, maar zo, de pensioenleeftijd en hoe lang gaan we moeten werken. Dat, dus ik had eigenlijk maar 3 waarden voor mezelf geformuleerd, al op mijn 15e. Toen had ik namelijk ook een vakantiejob gedaan in een klein superetteke in Wenduinen tijdens de grote vakantie. En dat was een baas van dat superetteke en die was heel onderdacht. Spuit, daar, 4 bakken. Alleen je cola, daar. Dus ik had die waarden voor mezelf geformuleerd. Dus nooit voor een baas werken. Nooit een, self-management. Hè? Nooit een das moeten dragen. En nooit vroeg moeten opstaan. En hoeveel zijn er gelukt? Wel. Ik heb eigenlijk nog nooit een baas gehad. Wel tijdelijk, weet je wel, zo in wel eens een filmregisseur is eigenlijk ook de baas van de film. En als je muziek schrijft, maar dat is toch geen. Dat is toch altijd in eigen. Nee, hoe heet het bij zelfstandigen? Onder directie en toezicht? Nee, onder. Ik wil maar zeggen, de seconde dat het u niet aanstaat, zij de weg. Dus dat is eigenlijk. En dat is bijna een baas niet. Dus dat is eigenlijk. En dat vroeg moeten opstaan, dat valt wel eens tegen. Dus ja. Vliegen, dat is heel vaak 's morgens vroeg, maar daar wend je ook wel aan. Maar ik ben eigenlijk altijd ver. Ik ben in die zin altijd zo'n soort oude hippie gebleven. Zo ver weg, u niet laten recupereren door het systeem. Ja, geluksvogel, maar ik had tot mijn 30ste echt letterlijk geen nagel om mijn gat te krabben. Ik woonde met mijn vrouw en we hadden toen al een kind. We hadden geen auto, niks. En ik had mijn eerste bankrekening, dat niemand geloofde, had ik toen ik 26 jaar was. Tot mijn 26e stak al het geld dat ik had in mijn
portemonnee in mijn zak en ik moest zien dat dat tegen het eind van de maand 5000 frank was, dat was €125. Dat was de maand huur. En voor de rest, ja, plukten wij de dag. En was mijn grootste zorg, met welk nummer gaan we vanavond beginnen? Ons optreden. Dus... Het siert Jan Peumans dat hij er als eerste mee begint te lachen. Ja, ja, ja. Dus in die zin, zo het, eigenlijk een beetje het bohemien-ideaal, dat heb ik altijd proberen... Ik heb eigenlijk mijn hele leven, het moment dat ik nu eens echt moet beslissen wat ik wil worden, heb ik altijd voor mij uit... Ben ik altijd voor mij uit blijven schuiven. En ik ga er nu niet meer mee beginnen, van nu nog iets te proberen. Dus voor mij is het leven altijd een soort oefenveld gebleven. En met het gevoel, die serieuze match, dat is voor later. Weet je wel? We zijn nog altijd zo aan het... Maar nu ben je een succesvolle artiest, televisiemaker ook. Ik denk dat er wel wat ondernemers zijn die zich ook zullen herkennen in jouw verhaal. In die zin dat zij ook altijd niet altijd begonnen zijn met veel geld. Later hebben ze het misschien wel veel geld. Maar ze zijn wel gegaan voor datgene wat op dat moment het meest juist, het meest zinvolle lijkt. Zie jij jezelf ook als ondernemer nu? Ja, ik ben het. Ik heb een BTW-nummer en dus voor de statistieken ben ik een eenmans. Ik weet nog dat ik op de tram zat in Antwerpen en ik zat toen in een BTK-project, bijzonder tijdelijk kader. Dus in de jaren 80 was de werkloosheid dus zo dramatisch dat ze van die statuten verzonnen om mensen eigenlijk een soort nepjob te geven. Ik zat toen trouwens bij het NCMV in de Louisastraat. En ik moest daar brieven tikken en dat ging dan over vestigingsattesten. En dus misschien zit er wel iemand in de zaal die nog ooit... Dat was nog een typmachine toen. Ja. En ik kreeg zelfs op een bepaald moment, want ik kon dus blijkbaar, vonden ze dat ik zonder fouten kon tikken, en ik heb op een bepaald moment het voorstel gekregen, het aanbod, om politiek secretaris te worden van de schepen van de haven. Jan de Vroe in de tijd. Jan de Vroe. Maar ik zag dus twee... Rood, geel, groen. Ik zag twee rode lampjes aangaan. Ik zag dus die een das al. Ik zag dat vroeg op. Ik zag vergaderen. Ik zag dus... Dus ik heb op vele... Mijn ondernemerschap en mijn strategie is vooral eigenlijk waar zeg je nee tegen? En dan blijft er vanzelf over wat dat je graag doet en wat dat je kunt. Dus nee zeggen tegen de verlokkingen. Ja. Okay. En de verlokkingen zijn een vaste job, want ik werd voor zot verklaard natuurlijk. Mijn vader was woest. Wie laat dat nu liggen? Politiek, secretaris. Voor hetzelfde geld was ik nu Chris Peters geweest. Wat ik nu dus... Nee, ja, dat is... Oké. Dus die film was er nog niet, maar eigenlijk is mijn strategie, mijn ondernemerschap, is vooral luisteren naar het stemmetje in jezelf dat zegt run, Forrest, run. Hier niet. Maar en dan zijn er zoveel dingen die ik wel... Maar dus, ik was eigenlijk aan het zeggen, ik zat op een tram, ik zat in dat BTK-project... Maar ik moet ook naar Geert Nuls ook. Hè, dus maar je weet niet waar ik van begonnen ben. Ja, inderdaad. Ofwel, als je een vraag stelt aan een filosoof, krijg je ofwel een vraag terug, ofwel gaat het antwoord zo ver dat ik zelf mijn vraag vergeten ben. Ja. Maar dus, ik zat op een tram en ik... En ik wist wat ik voor dat BTK-project kreeg, en dat was dus werkelijk, ik denk, 12.000 frank. Dat was, hoeveel is dat? 300 euro per maand kreeg ik daarvoor. En ik had zo een aanbieding om iets te doen voor het Raamtheater, muziek te maken. En ik verdien er ook in. We gingen spelen met Berry Berry, met Bart Peters en Hugo Matthijssen, zo'n covergroep, speelde op Fuiver in het weekend. En ik zie mezelf nog op een tram zitten en op zo'n papiertje opschrijven wat ik ongeveer per maand de komende 6 maanden zou kunnen binnenkrijgen. En dat was gemiddeld dan €450. Dus ik dacht, dan word ik maar zelfstandig. Hè. En dus, dat was mijn businessplan eigenlijk. Oké. En ik ben van, dat was in 1984, ben ik dus eigenlijk, ik vier dus eigenlijk dit jaar mijn 31 jaar ondernemerschap eigenlijk. Oké, dank u wel. En dat is, dank u wel. Maar ik herken veel in wat meneer zei, namelijk die lange strategieën enzovoort. Ik heb het gevoel dat ik actief aanmodder en probeer aan te voelen op welke tram dat ik moet stappen en welke tram dat ik moet laten passeren.
Bescheidenheid. Dat is wel een beetje bescheiden wat je zegt. Nee, dat is... Aanmodderen. Actief aan... Dat... Ik heb nooit een plan gehad of zo. Ik heb zelfs nooit tv. Als ik 30 seconden krijg, dan zal ik u vertellen, tv... Mensen bekijken dat van... Ja, en dan ben je aan uw tv-carrière begonnen. Ik kwam thuis en ik kreeg telefoon van de VRT. Wil je hier een talkshow presenteren? Ik zeg, dat moet een vergissing zijn, want ik heb nog nooit voor tv... Ik was 40 jaar al toen, 1998. Ik zeg, ik heb nog nooit iets voor tv gedaan. Ik kan zelfs niet echt goed Nederlands spreken. Dat was toen op de VRT nog heel belangrijk. Ik zeg, ja, maar wil je eens over nadenken? Ik zeg, oké, ik zal eens over nadenken. Mijn vrouw komt thuis. Ik zeg, wil je nu wat geloven? Nu vragen ze van de VRT om een talkshow te presenteren. Allee, zegt ze, wat heb je gezegd? Ik heb toch ja gezegd? Ik zeg, nee, ik heb gezegd dat ik er moet over nadenken. Geld, hè, met dat nadenken. Leert nu toch eens van iets gewoon ja te zeggen. Ik heb een telefoon gepakt en ik heb gezegd, oké, het is goed, ik doe het. Maar we beginnen toch niet te vroeg, hè? En... Okay. Ja, voilà. En zonder das. En... Geert, ik ga even naar jou overgaan. Heb jij altijd het plan gehad om ondernemer te worden? Naast jouw economie. Wel, nu dat ik al de voorbeelden heb gehoord, ik heb geen filosofie gestudeerd, maar ik kom wel van de Jezuïeten. Dat was dus blijkbaar een enorm voordeel, als ik het hoor. Omdat de Jezuïeten twee dingen toch leren. Eén, dat je alles een beetje moet proberen. En dat deden ze daar ook, de meest ongelooflijke dingen. En twee, dat je op een gezonde manier naar de hiërarchie moest kijken. Wat voor mij dan de Jezuïeten zelf waren, maar die waren daar heel losjes in. En ik heb hetzelfde als Jan Leijers. Ik heb het altijd moeilijk gehad met een baas. En dus als wij dan afgestudeerd waren, dan moesten wij, en dat klinkt nu al bijna geschiedenis, dan moesten wij in het leger. En natuurlijk, ja, dan kom je in het leger, in de troep zoals dat heette, en dan heb je wel een baas. En ik vond dat vond ik horreur. Binnenkomen in zo'n poort en ja, dat waren allemaal bazen, want je stond onderaan. En de eerste dag zeiden ze, kan er iemand foto's trekken en zelf ontwikkelen? En ik was de enige die mijn hand opstak. Foto's trekken, dat kon ik, maar ontwikkelen niet. Maar ik dacht, ik heb nog een maand om dat te leren. En de tweede dag had ik een man met een jeep die mij bracht naar het oefenveld, omdat mijn fotoapparaat geen stof mocht hebben. En ik heb nooit in tenten moeten slapen, nooit moeten bivakeren. En ik heb 30 dagen heel intensief geoefend om zelf foto's te kunnen ontwikkelen. En dan heb ik gedacht, ik ga misschien iets doen in foto's, maar ik heb dat gelukkig niet gedaan. Maar dat is wel bijgebleven, als je creatief bent en je aanvaardt ook het onverwachte, dan hoef je niet voor een baas te werken. En ik denk dat ik dat ook wil binnenbrengen in mijn eigen organisatie. Ik wil niet bossen, maar ik heb ook geen baas. Trouwens, ik ben ook niks niet meer bij Econopolis. Ik ben geen hoofdeconoom, ik ben econoom, ik ben nooit CEO geweest. En tegelijkertijd ben je een beetje van alles. Maar je moet misschien wat zelfvertrouwen hebben dat het wel goed komt. En dat hebben de Jezuïeten ook wel bijgebracht, dat het allemaal wel goed komt. En dat is moeilijk over te dragen, maar als je zegt, ja, wat moet je aan de mensen leren, dan is het toch een stukje dat vertrouwen geven van, het komt wel goed. Terwijl dat we nu in het onderwijs veel mensen toch met angsten opzadelen. Van als je niet dat doet en niet dat doet en je diploma niet haalt en niet heel goed scoort dan nog, ja, dan komt het niet goed. Ik denk dat je tegen iedereen moet zeggen, op het einde komt het allemaal goed. Zelfs mensen die filosofie hebben gestudeerd, is toch redelijk goed komt gekomen. Komt uiteindelijk nog goed, hè? Ja. Alles komt in orde. Je bent ook nogal een promotor voor meer ondernemerschap in het onderwijs. Is dat dan vooral vanuit economisch standpunt of is dat ook... Dus een vorm van zelfontplooiing die je wil aanleren. Of zelfredzaamheid. Ja. Ik denk dat als we allemaal wat geloven dat we niet iemand boven moeten hebben om het op te lossen, dat er veel kan opgelost worden. Dat je een beetje zelfredzaam moet zijn. Is dat iets dat jij in je middelbare schooltijd hebt geleerd? Of dat je zegt dat kwam voldoende aan bod? Ondernemend zijn, zelfredzaam zijn? Zelfredzaamheid? Ja? Nee, te weinig. Wij kwamen naar school, gaven onze agenda af als we te laat waren. Wij kregen een dikke straf. En voor de rest, nee, nooit. Ik heb dat... En zou je het graag gewild hebben? Absoluut. Ja. Absoluut, want anders had ik nooit staan janken op de Rooseveltplaats omdat ik een boot had gemist. En dan had ik geweten hoe ik mij had moeten vermannen. Nee, ik vind dat een heel goed idee. Maar wat Frederik Laloux ook zei, van dat met buurtzorg, het heel top-down denken, dat zit helemaal in ons onderwijs. Dat is helemaal nu de eindtermen. Kan je dat voorstellen, de eindtermen? Dat en dat hebben ze allemaal
Nu, bijvoorbeeld omgaan met mislukkingen, dat staat niet in de eindtermen. Of het vak, we zullen eens iets proberen. Of ieder mag eens een projectje starten. Dat staat niet in de eindtermen. Dus in zo'n grote structuur kan dat ook niet. En ik denk dat dat het probleem is in het onderwijs. We willen alles kunnen checken. Die eindtermen moeten behaald worden. Want er zijn veel dingen die niet in de eindtermen kunnen staan. We steken allemaal tegelijk onze vinger op. Echt top. Je vinger opsteken, dat is echt top-down. Dat is zo... Mag... Oh, Isabel, ga jij dat maar eerst. Ja. Ik durf al bijna niet meer. Top-down, bottom-down, dat is mij allemaal gelijk. Nee, wat ik wou zeggen van het onderwijs, ja, dat is wel inderdaad iets opmerkelijk dat je ziet. En ook waarschijnlijk niet toevallig dat in ons onderwijs bijvoorbeeld zoveel burn-out van leerkrachten zitten enzovoort. Dus onwaarschijnlijk top-down en voor de leerlingen dat je afvraagt van kom, hoe gaan ze zelf beginnen uitvinden, ondernemen, andere dingen wordt veel te... Maar ook tegenover de leerkrachten moet echt terug veel meer waar ik daar straks had over die papieren tijger. Wat in ondernemingen het geval is, is in het kwadraat het geval in onderwijs. Als je met leraars gaat praten die het echt goed menen en die bezig zijn, ja, die zien inderdaad ook geen betekenis meer, omdat ze het gevoel hebben van ja, we moeten maar allemaal zorgen dat alles ingevuld is. En leg terug, meneer Peumans, leg terug veel meer... veel meer betekenis en leg terug veel meer verantwoordelijkheid bij die leraars zelf, bij die scholen zelf. En denk niet dat allemaal van bovenaf allemaal moet opgelegd worden. Anders komen we er nooit. Ja. Ik heb straks nog een vraag voor Jan. En daarom denk ik dat het zeker tijd is om naar een volgend kenmerk over te gaan. Anders gaan we er niet geraken met onze vijf. En daarvoor laten we terug een ondernemer aan het woord. Het ondernemerschap op zich, vanuit de mens, vanuit de organisatie en ook vanuit de maatschappij. Wij zouden dat heel graag benaderen en dat doen we ook een beetje vanuit een perspectief van een aangenaam verblijf. We zijn architecten, we creëren ruimte voor onszelf, we creëren ruimte voor onze werknemers, maar we creëren ook vooral ruimte voor onze klanten en meer ook de klanten van die klanten, dus een heel brede context. Ja. Waar het hier over gaat, is dat, zoals in het voorbeeld van dit architectenbureau, is dat een waardegedreven onderneming niet alleen voor zichzelf waarde wil creëren, maar ook maatschappelijk. Ze wil zich ook maatschappelijk engageren. Ze heeft een heel uitgesproken why, een purpose, en het waarom van een waardegedreven onderneming is zeer belangrijk. Meneer Peumans, ziet u in Vlaanderen veel voorbeelden van dat maatschappelijk engagement in de bedrijfswereld? Ik denk dat het altijd gemakkelijkst is om te spreken aan de hand van een voorbeeld. Ik heb onlangs stage gelopen bij GBC, wel bekend. En wat me daar heel sterk opgevallen is, dat men met die maatschappelijke waarden heel duidelijk bezig is. En op welke manier? Op welke manier? Ik heb gisteren nog contact gehad met Bart Klaas, een van de twee, met zijn zus, hè, met Anne. Dat is namelijk de manier waarop zij... Alles, al de kleding die gemaakt wordt uitbesteed. Hè. Dat gaat naar China, dat gaat naar een aantal landen buiten Europa, omdat kleding in Europa dus bijna niet meer gemaakt wordt. En wat ze heel duidelijk doen, ze hebben dus, straks heeft trouwens, ik weet niet wie erop gewezen heeft, ze hebben dus heel duidelijk een code of conduct, die hebben ze heel duidelijk, die heel duidelijk ook gecontroleerd wordt. Hè. Dus het is niet zomaar van te zeggen van ja, wij doen dat. En daar zijn ze dus eigenlijk in dat bedrijf eigenlijk heel bewust mee bezig, want van de ene kant... Een heel creatief bedrijf, die trouwens ook samenwerken met Studio 100. Daar hebben ze een samenwerkingsovereenkomst mee. En van de andere kant proberen ze toch van eerlijke kleding te maken. En dat is iets wat die bedrijfsleiders zelf ook ter plaatse gaan controleren. Bijvoorbeeld Anne, ik heb geleerd van Anne Klaas, die gaat dus ter plaatse bij de bedrijven in China enzovoorts, om te kijken of inderdaad men... De afspraken die gemaakt zijn, om die inderdaad of men die nakomt. En als men die niet meer nakomt, dan zegt men oké, dan zul je ons voor ons niet meer kunnen leveren. En ik moet zeggen, ik was daar bij dat bedrijf, ik heb dat ook gezien bijvoorbeeld bij Alpro. Ik ben bij Alpro geweest in Wevelhem, waarvan ik moet zeggen dat daar ook heel duidelijk die filosofie aanwezig is. Je komt dat niet alleen bij die twee bedrijven tegen, je komt daar bij een heel hoop bedrijven tegen die heel duidelijk zeggen dat maatschappelijk engagement vinden wij als bedrijf heel belangrijk. Mevrouw Albers, die positieve impact die ondernemingen kunnen hebben, is die voldoende zichtbaar in Vlaanderen?
de maatschappelijke impact dan? Je hebt een aantal bijna knuffelbedrijven of knuffelondernemers dat televisie een ondernemer zoekt over waardegedreven ondernemen, om maar bij het thema van deze avond te komen. Bij wie komen ze uit? Wouter Torfs maakt veel kans. En zo zijn er een stuk of drie, er zijn er een aantal die het uitdragen, maar veel... Waarom komt dat? Is dat omdat ze dun gezaaid zijn? U bent zelf ook vanuit de media. Kiezen jullie, zal ik nu maar even zeggen, die omdat ze zo gekend zijn? Of zijn ze... Zijn er niet zoveel? Voor een stukje, bij deze ook een oproep. Zijn er nog altijd veel te veel ondernemers die zeggen, oh, de pers of dit, we blijven daar liever van weg. En vivons heureux, vivons cachés, dat zit er nog altijd heel hard in. Ik denk dat het een beetje aan het veranderen is, maar er zijn heel weinig captains of industry ondernemers die zich echt eens willen uitspreken over politiek, maatschappelijke kwesties enzovoort. Af en toe wel. De organisaties doen dan hun werk, maar de ondernemers zelf komen van een cultuur dat hoe minder je daarover zei, hoe beter men dat vond. En er zijn er een paar die dat, denk ik, doorbroken hebben. Maar nog, we hebben een reeks gemaakt een tijdje geleden in de krant over de incognito's. Een aantal mensen die heel belangrijk zijn voor de Belgische, Vlaamse economie en die nooit, maar dan ook nooit, voor het daglicht komen. En zo zijn er nogal wat. We zouden, denk ik, wekelijks kunnen een incognito maken. En is dat dan Belgische, Vlaamse bescheidenheid of zijn er andere redenen? Want ondernemerschap heeft in onze contraien niet zo de... altijd de positieve context die het wel bijvoorbeeld heeft in de Verenigde Staten of in Azië? Goh, voor een stuk is dat cultureel, denk ik. We zijn een volk van vroeters en laat ons maar vroeten en voortdoen en zich ook niet begrepen voelen. Er zit bij heel veel ondernemers heel veel zich niet onbegrepen voelen. Van, ja, wij worden afgeschilderd als mensen die enkel uit zijn op winstmaximalisatie en winstbejag en wij worden niet geapprecieerd voor wat wij bijdragen aan de maatschappij. Dat voelde je heel hard. Dat is ook, denk ik, bijna voor het eerst bijna een verkiezingsthema geworden vorig jaar in de verkiezingen. Dat was op een bepaald moment die geest plots uit de fles en zag je dat ondernemers zich wel roerden. Dus ik denk dat dat zeker daarmee te maken heeft. Maar we zijn er nog niet, denk ik. Er is nog iets te veel naar buiten komen op thema's waarvan men denkt, daar kan ik mee scoren voor het bedrijf zelf, maar niet altijd als zeg maar, iemand die volwaardig deelneemt aan het maatschappelijk debat en dat ook echt wil uitdragen. Geert, dat ondernemerschap een positiever imago geven, meer stimuleren, hoe zouden we dat kunnen doen? Ik heb al de antwoorden voorbereid, het zijn bijna boeken. Wel, ik denk dat niet alle ondernemers zijn natuurlijk, hebben filosofie gestudeerd. Dus als je wenst dat iemand dan een boodschap komt brengen en heel de samenhang ziet van waar hij mee bezig is, niet iedereen heeft daar het referentiekader voor. En dus ik denk dat ondernemers wat moediger moeten zijn op het moment dat het ertoe doet om voor hun waarde op te komen. En dat zijn de momenten die tellen. En een aantal hebben dat gedaan, hebben recht gestaan en hebben op dat moment iets gezegd. Ik zag vandaag Johan Willem recht staan en zeggen, wat er nu wordt gevraagd, dat gaat niet zo eenvoudig zijn. We moeten daarover nadenken. Omdat hij echt bezorgd is van bijvoorbeeld rond integratie van de vluchtelingen. Dat we valse hoop gaan wekken en dat we achteraf gaan zien dat we daar niet goed mee bezig zijn. Dat maakt hem betrokken partij en daardoor, dat vind ik moedig. Dat is betrokkenheid, dat is tonen van, ik wil daar wel aan helpen, maar we moeten dan weten wat de consequenties zijn. Dat is heel moedig, want daar gaat hij vragen op krijgen. En dan zit je in het debat. En als het gaat over waarde, als je zo de website ziet of de brochures, de company brochures, die zijn bijna allemaal dezelfde. Enfin, toch wat, de grote waarden zijn allemaal eerlijk, zijn allemaal transparant. Maar dat is ook heel veel façade, heel veel holle slogans. En voor mij is het moment dat
iemand recht staat en moedig tracht dat echt te verdedigen en zegt oké, jullie hebben vragen, we gaan heel transparant zijn, hier zijn alle feiten, en dan ook toont dat het tot diepste niveau klopt, wat Hans hier doet, dat is belangrijk. Dus wat moeten ze doen? Recht staan, testimonials gaan doen, allemaal dingen die Hans ook heeft gedaan, in scholen gaan spreken, is een TEDx-speech gaan doen. U bent zelf nogal actief op de sociale media. Is dat een weg waar langs ondernemers ook hun maatschappelijke betrokkenheid meer kunnen tonen? Ik denk dat de sociale media, als je die goed gebruikt, u ook heel veel kunnen leren. Dat is een gradueel proces en als je dat op een goede manier doet, ga je daar ook in groeien. En het is niet toevallig dat een aantal van degenen die uiteindelijk dan recht staan, dat die ook via de sociale media getest hebben. En eens een keitje in het water hebben gesmeten, dan een golf hebben teruggekregen van reacties en emoties en dan hebben zich bijgesteld. Dus ik denk dat sociale media een enorm krachtig tool kunnen zijn om ondernemerschap ook aan bod te laten brengen. Jan, je hebt een aantal televisiereeksen gemaakt waarin je wereldwijd toch wel wat culturen, tradities hebt ontmoet. Heb je daarin verschillen ervaren? Wat betreft ondernemerschap, wordt daar anders naar gekeken, verschillend in de wereld? Heb je voorbeelden gezien waar dat meer of minder maatschappelijk betrokken is? In Soedan zei een verstandige mens waar ik daar een interview mee had, we hadden het eigenlijk over de mensenrechten, maar dat geldt wat voor de mensenrechten geldt, want eigenlijk vallen arbeidsvoorwaarden een beetje onder mensenrechten, kinderarbeid. En die zei, ja, het Westen komt ons nu de les spelen over mensenrechten en wat we mogen doen en niet mogen doen en moeten doen. Hij zegt, maar jullie vergeten, mensenrechten, dat is een luxe. Als dus alles in orde is en niemand heeft honger en de kindjes zijn allemaal gezond en gaan slapen, dan kunnen we beginnen filosoferen over de mensenrechten. Maar het is zoals de stropers in Afrika, weet je wel, die als hun maag grolt zo'n dier omleggen dat wij een bedreigde diersoort vinden. Maar bedreigde diersoort, dat is een luxe concept. Namelijk, van zodra je geen honger meer hebt, dan kan je sommige diersoorten als bedreigd gaan bestempelen. En dus wat ik daarmee bedoel is dat als je door de rest van de wereld trekt, dat je heel vaak merkt van wat een luxe positie dat is om het überhaupt zo te beginnen van, over waarden. Want op veel plekken is het gewoon pompen of verzuipen. En die waarden, dat zien we dan wel als er genoeg reserve in de proviantkast ligt om het 3 maanden uit te houden zonder elke ochtend te beginnen vakken. Verder, als ik dan toch een klein stokje, knuppeltje in het hoenderhok mag gooien, die waarden, dat is ook vaak zo'n beetje... Weet je, soms doet het me echt denken, vroeger bij de Jezuïeten, er zijn er toch al 4 die gaan weten waar ik het over heb, wij moesten elke morgen op elk huiswerk en elk moesten wij schrijven AMDG. Ad majorem Dei gloriam, tot meerdere eri van God. En dat was zo iets wat je deed, weet je wel. Je dacht dan niet bij na wat dat precies betekende. Zo'n soort mantra, weet je wel. En heel veel van die waarden, denk ik, ja, wie is daar tegen? Eigenlijk heeft dat pas zin, zo over een waarde, is een waarde op tafel leggen, waarvan je weet, kijk, hier is nu de helft het ook mee oneens. Maar wie is er niet tegen kinderarbeid? Wie is er niet tegen de planeet naar de kloten helpen? Dus dat zijn van die bijna evidenties, weet je wel? En je moet soms eens op een andere plek op aarde komen om zo eens te merken van, oei, ja, dit is nu iets waar dat... Als je in Egypte komt en je leest in de krant dat een minister schrijft everybody who insults Prophet Mohammed should be killed. Dat was een moment dat ik dacht van, dat is nu eens iets waar we het kunnen over oneens zijn. Je zegt dat soms te, ja, nee, te algemeen is. Dat het, of gaat het erover, ja, het gaat en vaak te, dat je te vrijblijvend. Zo, ja, een soort, ja, afvinken van, ja, wij staan voor het milieu, ja, tegen de rechten van de kinderen. En natuurlijk, ik ben daar ook voor. Maar ja, om dat te thematiseren, denk, ja, ik... Ja. Trouwens, dat is nog een kleine vraag. Heb je nooit afgevraagd? Dus bij de Jezuïeten, dat werd nooit zo expliciet gesteld. Je krijgt dat zo... Je hebt gezegd van de eindtermen, daar staat niet in omgaan met mislukkingen. Maar achteraf kijk je erop terug op die Jezuïeten en zeg je, ja, ze brachten nu dit en dat bij, maar nooit in die woorden. Dat zat er zo in, verweven, verstopt zo. En ik denk dat dat eigenlijk een van de enige manieren is om je boodschap of wat je wilt overbrengen echt te planten of zo.
en u hardop gaan afvragen wat zijn de waarden van dit bedrijf, dan denk ik van ja, wat ook de outcome is van die vraag, ik ga u niet geloven. Want als jij echt voor een waarde zou staan, zou jij nooit u hardop afvragen waar staan wij eigenlijk? Wat is eigenlijk het DNA van ons weekblad? Ja, geen dus. Ja, want ja. Nee, allee, want als je er een zou hebben, zou je die vraag niet stellen. Dat is zoals, houden wij nog van elkaar? Nee dus. Als die, want maar anders zou je die vraag niet stellen. Kan een organisatie niet kiezen voor een aantal speerpunten, dat ze zeggen van hier gaan wij echt opzetten, hier gaan we ons in profileren. En bijvoorbeeld bij een krant, wij gaan zus of zo meer nieuws brengen. En... Ik geloof dat alleen als het uiteindelijke doel niet is, en dat is het eigenlijk met alle respect in alle bedrijven en zonder daarmee een beschuldigende blik, is toch van hoe verhogen we onze omzet. Ja, maar we moeten elkaar ook geen Lisbeth noemen. Hè. Hebben bedrijven een maatschappelijke opdracht? Bedrijven hebben een economische opdracht. Iets anders is dat ze die opdracht moeten vervullen met respect voor allerlei factoren in de maatschappij, voor de werknemers, voor het milieu, voor anderen. Maar ze hebben een economische opdracht. En is dat niet ook al maatschappelijk, door bijvoorbeeld jobs te genereren, ja, welvaart te creëren? Ja, er is ook niks mis mee, dacht ik dan. Ja. Maar het idee dat de maatschappelijke opdracht aan zich... Dat denk ik dat we wat naïef zouden zijn als we van daaruit vertrekken. Bedrijven hebben een economische opdracht, maar moeten dat wel, denk ik, waarden gedreven en met welke waarden, hoe ver gaan ze? En dat is veel meer dan, en dat herken ik wel, en dat is niet enkel in Soudaan zo. Ik zie in heel veel jaarverslagen dan het hoofdstukje maatschappelijk verantwoord ondernemen of ethisch ondernemen. En dan vaak, als je een onderneming hoort, is dan, komen dan... En dan hebben we ook nog onze goede doelen. Maar voor mij, waardengericht ondernemen is ook... Hoe ver ga je in fiscale optimalisatie? Wat doe je met je productieprocessen zelf? Veel meer dan dat hoofdstukje van... Ja, we hebben ook... Hier een dorp in India waar we charity voor doen. En daar zit het nog veel te veel in die hoek. We gaan zo meteen naar een ander kenmerk dat er ook bij aansluit. Maar meneer Peumans, dit zou ik toch ook wel eens graag aan u voorleggen. Hebben bedrijven een maatschappelijke opdracht? Ik denk heel duidelijk. Ik denk de eerste, wat Isabel zegt, de economische opdracht. Het eerste is mensen werk verschaffen. Ja. Dat lijkt mij, maar Isabel zegt eigenlijk, nee, ze hebben een economische opdracht. En het is mooi meegenomen dat het maatschappelijk opdracht... Nee, maar je geeft toch maatschappelijk een aantal mogelijkheden door het feit dat je zorgt dat mensen een inkomen kunnen krijgen. Ja. En het is nog altijd, de regel is toch nog altijd, bedrijven zorgen voor een stuk welvaart, zodanig dat we ook een stuk welzijn hebben. Mm-hmm. En ik vind dat dan, ik vind dat een zeer duidelijke maatschappelijke opdracht. Ik snap niet dat, dat lijkt een beetje de logica zelf. Geert? Jan, je kijkt nu heel verwonderd naar mij, maar... Ja, altijd als ik u zie, maar... Ik was maar verbaasd van de nota, want als je door de nota leest en door het onderzoek, dan lijkt het alsof dat bijna iedereen, alle bedrijven, waardegedreven zijn. En dat klopt niet helemaal met mijn eigen ervaring. Ja, wat is die? Maar er was ook een heel groot verschil in uw nota of in het onderzoek tussen wat ze vinden en wat ze uiteindelijk deden. Dat was bijna de helft. En ze vinden het allemaal belangrijk, maar zouden ze het doen, dat is de helft. En denk in de praktijk is het nog minder dan de helft. En neem bijvoorbeeld het hele debat nu rond technologie. Het moet er allemaal voor zijn, het is een heel hype onderwerp. Hè. Disruptieve technologie. We vertrekken elke week bussen naar Silicon Valley, 5 vliegtuigen natuurlijk, met allemaal ondernemers. Ze komen allemaal terug, ze hebben het licht gezien. Alles moet disruptief zijn en zo snel mogelijk. En Uber is fantastisch. En dan stel je als econoom moeten wij dat natuurlijk ook fantastisch allemaal vinden. En dan stel je de vraag, ja, wat dat disruptieve? Dat is ook disruptief maatschappelijk. Wat ga je eraan doen? En daar denkt niemand over na, want het is natuurlijk allemaal heel leuk, maar de meeste mensen vinden dat niet zo leuk. Die willen elke dag hetzelfde kunnen doen. Als je dat wegneemt, ja, iemand die gewend is om in verandering te werken, die begint iets nieuws. En dat vind ik dan het verschil bijvoorbeeld tussen een Steve Jobs en een Elon Musk. Omdat Elon Musk staat voor mij ver boven Steve Jobs, omdat hij nadenkt over het maatschappelijke waar hij mee bezig is. En in elk van zijn projecten heeft hij heel goed nagedacht wat de maatschappelijke gevolgen zijn. En hoe moedig moet je zijn om in het hart van het disruptieve
te gaan zeggen, let op met robotisering, de impact op job, op, of let op met artificiële intelligentie, want dat gaat gevolgen hebben. Of we moeten dingen doen, misschien korte termijn gaat het niet opbrengen, maar het gaat mobiliteit verbeteren, levenskwaliteit en dergelijke. En daarom, in dat aspect, als je nou, ik denk zeker niet dat hij financieel de meest succesvolle ondernemer in de geschiedenis gaat worden. Ik denk dat Jobs moeilijk te kloppen gaat zijn. Maar Elon Musk heeft een veel grotere maatschappelijke impact. En daarom is hij zo'n interessante figuur. Okay. Ja, maar heel kort, dan gaan we verder. Nee, dan gaan we verder. Ja, bent u zeker? Oké, maar dat sluit hierbij aan, dus misschien... Okay. Ik zou nog een vierde kenmerk willen introduceren. We hebben het hier inderdaad vooral gehad over de maatschappelijke opdracht van bedrijven. Ze zijn mensgericht, gedeelde waarden. En ik kan me voorstellen dat ook een aantal leden denken, ja, maar en ook voor onszelf willen wij toch waarde creëren. Wel, in onze bevraging blijkt ook dat dat streven naar succes, op lange termijn dan wel, lange termijn succes, dat ook een kenmerk is van waardegericht ondernemen. Meer nog, het blijkt zelfs dat de financiële gezondheid van een bedrijf ook positief correleert met de mate waarin zij inzetten op waarde. En nu gaat het niet over belang, maar over dat ze effectief bijvoorbeeld waarde meer in de communicatie opnemen. Dat zij ze meer gaan laten gebruiken in functioneringsgesprekken, in evaluatiegesprekken en bij aanwerving. Dit in vergelijking dus met bedrijven die het de afgelopen jaren minder goed deden. Hè. Geert, als econoom, vindt u dat verrassend dat bedrijven die het financieel beter doen ook meer waardegedreven zijn, meer inspanningen doen op vlak van waarde? Ik vond het ongelooflijk verrassend. Ja. Ik vraag me af hoe je dat gemeten hebt. Dat zowel als econoom Geert het belang van waarde en de performantie. Ja, ja. De performantie is gewoon gevraagd onder, hebt u de afgelopen drie jaar het financieel beter, stabiel of slechter gedaan? Dat was de financiële gezondheid. Ja, ja, ik vind dat dus... heel verrassend, omdat dat is geen, dat valt niet binnen dezelfde tijdsperiode. En dus dan zou je al een correlatie moeten doen met een time lag. En ik weet niet of dat gebeurd is, omdat het kiezen van maatschappelijke waarde heeft niet onmiddellijk effect op je performantie. Dat neemt wel een tijdje. En je moet dat ook kunnen opvangen. Maar wat hier is gemeten, is eigenlijk omgekeerd. Hè? Dat zij die het financieel beter doen, ook meer inzetten op hun waarde. Je zou kunnen zeggen, is het... Zij die er de middelen voor hebben. Ik hoop dat het waar is voor iedereen en niet alleen voor VKW-leden. Want dan neem ik wel aan dat het staal van VKW-leden, als je daarin sampelt, dat dat significant verschillend gaat zijn van de ondernemers. Voor mij is dat waardegedreven ondernemen een niche. Maar let wel, een niche waar ik zelf ook graag toe behoor. Maar volgens mij is het niet een referentie voor de ondernemers. En waarom is het een niche? Omdat het die niche is die ook maatschappelijk iets kan teweegbrengen. En dat zie je dan in verschillende landen waar ondernemers ook maatschappelijk iets willen betekenen, dat dat ongelooflijk belangrijk is. Net zoals artiesten die gewoon mooie liedjes maken, dat is geweldig. Maar artiesten die zeggen, ja, maar ik ga niet alleen gewone liedjes maken, ik wil ook dat die liedjes maatschappelijk iets teweegbrengen, dat is een dimensie meer. En denk nou over sommige artiesten, je gaat zo 3-4 voorbeelden vinden die gelukkig ook mooie liedjes maken, maar die in die liedjes ook een maatschappelijke boodschap hebben. Dat is een dimensie meer. En dat is het woord natuurlijk zingeving. Het geeft zin, dus dat is een dimensie meer. Alleen is dat niet gegeven aan alle artiesten of alle ondernemers en ook niet aan alle onderwijzers. Er zijn er wel die dimensie meer zoeken. En na 30 jaar, ondertussen misschien al meer, afgestudeerd te zijn, kan ik ze zo opnoemen. En ik hoop dat die met de eindtermen als druk op hun hoofd toch er nog in slagen om die zingeving ergens tussen te brengen. Jan? Ja, ik denk ook dat het toch een beetje een ander... Ik heb er nooit een studie over gemaakt of gelezen. Maar dat het toch een beetje een ander psychologisch karakterprofiel is van iemand die op zijn 20ste, 22ste... Je hebt erin die woorden onderwijzer of sociaal assistent of... En wat een Kijk, we hadden een drummer. En ik heb nooit het ondernemerschap zo... Eigenlijk ook beseft dat ik eigenlijk geen ondernemer ben. Ik ben dat wel. Ik ben zelfstandig, hè. Maar... Dus dat was de eerste drummer van Soul Sister. En we gingen naar Budapest om daar ons liedje te zingen. En we gingen naar een platenwinkel in Budapest. Oh, wat hebben ze hier in Budapest? En plots komt hij op Bruce Springsteen. En daar stonden 6 platen van Bruce Springsteen. Born in the USA. Allee, zegt hij, dat kost hier gewoon minder dan bij ons.
Ik zeg, allee, dat is ongelooflijk. Ik ga er één kopen, zeg ik. Allee, heb ik die allemaal? Ik zeg, wat ga je met 8 platen doen of met 6 platen doen? In holen, verkopen. Verstaat het? En toen wist ik... Voor welke prijs? Dat is een ja, voor veel meer natuurlijk. Maar toen wist ik... Het is een andere kijk, letterlijk, op de dingen. Dat was homo economicus. En ik wist toen, dat ben ik niet. Dat ben ik niet. Ik ben geen Hans Bourlon. Helaas. Meneer Peumel, als ik even teruggrijp naar die enquête, dan zou je kunnen zeggen, eigenlijk wat we moeten doen, is ondernemingen meer winst laten maken, want daaruit volgt, of is de kans groter dat ze waardegedreven zijn. Dus dat zou een pleidooi kunnen zijn voor minder regelgeving. En minder belasting, inderdaad. Ja, kijk, dat soort vragen krijgen natuurlijk politiek is altijd voorgeschoteld. Het gaat altijd over... En dat is terecht natuurlijk. Hè. Ik denk dat voor de Nee, dat er veel sociaal lasten moeten betaald worden, dat wij toppers zijn wat betreft belastingen en noem maar op. Dat is inderdaad terecht. En ik denk dat de overheid ook wat dat betreft een aantal voorwaarden moet creëren, hè, waardoor bedrijven wat dat betreft ook niet alleen meer winst kunnen maken, maar dat bedrijven ook meer mensen in dienst kunnen nemen. Want uiteindelijk, hoe men het draait of keert, het ideaal wat wij toch altijd voorop stellen is, dat is een maximale tewerkstelling van uw bevolking te hebben. Hè. En daar heeft de overheid een verantwoordelijkheid in, maar daar heeft het bedrijf heeft daar natuurlijk ook een verantwoordelijkheid in. Allee, de discussie nu over de taxshift enzovoort, die gaat allemaal in de sfeer van, als we die taxshift doorvoeren, dan zullen we de mogelijkheid hebben om meer mensen te werk te stellen. Maar als ik nog eens even mag terugkomen, ik vind dat hier nogal een, en dat vind ik een beetje spijtig, hier wordt nogal een beetje sarcastisch gedaan over eindtermen in het onderwijs. Oei, dan gaan we ver terug. Nee, ver terug. Nee. Dat is juist, Geert heeft dat al een paar keer, want hij heeft nog eens zo gedaan, heeft dat een paar keer aangehaald. Ik vind dat we van de andere kant, en dat is weer misschien een beetje typisch voor het Vlaming zijn, we mogen potverdikke toch fier zijn op het onderwijssysteem dat wij hebben. Hè? Ja, ik vind alleen in de internationale vergelijking die we kennen, hebben wij toch een goed onderwijs. We hebben wel de goede wetenschappelijke onderzoekers, neem het universitair onderwijs. We hebben toch toppers in de wereld. En ik heb er trouwens steeds weer, ik denk nog in de tijd, hebben er nog eens twee. Ik denk dat de tijd of de standaard was, dat wil ik kwijt zijn. Maar goed. Dat, we hebben toch eigenlijk geweldige toppers van onderzoekers enzovoorts. We poneren dat elk jaar, we hebben een geweldig onderwijs, zijn we zeker? Zijn we zeker? Ja, ik kan natuurlijk we hebben een goede score, maar we hebben ook een geweldig pool en een geweldige omgeving. En als je naar de evolutie kijkt van de laatste 10 jaar, dan is het gemiddelde stabiel, want de toppers dalen. En dus ik denk dat we veel meer eenheidsworsten aan het creëren zijn. En dat in het onderwijs we aan het afglijden zijn en dat er iemand moet komen om misschien te doen wat buurtzorg heeft gedaan of meneer Lalou is laten komen spreken en zeggen al die regeltjes, al die structuren, al dat top-down management en dergelijke meer. En wat bottom-up, die leraar wil met een klein groepje leerlingen. Mijn leraar van de Parren in het vijfde die zei, het is goed weer, mannen, als we in 4 uur die 8 uur lessen doen, hè, als we allemaal goed samenwerken, dan kunnen we deze middag gaan voetballen in het Rivierenhof. Dat zou vandaag gewoon niet mogelijk zijn. De directie, de veiligheidscontrole, de inspectie, de politie, dat zou gewoon niet... En dan in het park. Hoe gevaarlijk. Dat zou gewoon niet mogelijk. Ik ben blij dat we meneer Van der Parren hebben gehad. Hè. Anne, ik zag u dus knikken. Dat zou vandaag met heel veel dingen niet meer mogelijk zijn. Trouwens, de Jesuiten hebben problemen tegenwoordig om in de inspecties die ze krijgen een blanco controle te krijgen, want op verschillende vlakken beginnen ze te zeggen ja, maar dat is eigenlijk niet helemaal in orde. Dus zij hebben al een gele kaart. Dus dat bewijst dat die wat gepersonaliseerdere aanpak die af en toe buiten de lijntjes kleurt, moeilijk is in het systeem. En dus ik denk dat het een aantal... Ik zeg met u, we hebben in het verleden een zeer goed onderwijssysteem gehad, maar als we het nog 10 jaar zo blijven zeggen, is dat weg. Dus we moeten alert zijn, denk ik. En niet zelfgenoegzaamheid van dat is allemaal in orde. Nee, maar die zelfgenoegzaamheid die hoort je mij niet zeggen, want ik vind, dat is ook naar de bedrijven toe, dat wij veel te veel regelgeving hebben, veel te veel regels. Zo ben ik het volledig over eens. Ik ben het daar volledig mee eens. Maar ik denk natuurlijk niet dat je alles, sorry dat de uitdrukking, dat je niet alles op één hoop moet gooien. Dat is enerzijds de kwaliteit van het onderwijs. En aan de andere kant is er eigenlijk alles wat met regelgeving en regels enzovoorts te maken. Ik ben het daar volledig mee eens. Dat is inderdaad maar ook zo. Ondernemer, maar dat is een ondernemer, een onderwijzer, heeft het moeilijk. En ik ken er zelfs die hier in de zaal zitten. En die gaan rechts staan en zeggen dat klopt.
Dus, en ik zou dat heel graag hebben, ondernemende onderwijzers, die durven zeggen, laat ons dat zo eens proberen, of die heeft moeite, ik ga die wat meer tijd geven. En ik denk dat dat een aandachtspunt is, dus de eindtermen laat ze bestaan, maar maak er wat ruimte in dat mensen die willen wat extra doen en wat kleinschaliger, dat het nog kan. U maakt duidelijk uw punt. We gaan het debat over het onderwijs hier nu niet verder voeren. Ik begrijp hoe dat we er gekomen zijn, maar ik weet niet waar dat we naartoe gaan anders. En we hebben nog één kenmerk te gaan en dan kan u nog één aanbeveling doen. We gaan naar het laatste kenmerk van waardig gedreven ondernemen en dat wordt ingeleid door Eva Verreken, die deelnam aan ons stakeholderforum. Zij is de directeur van de Ambrassade. En dat is, ik wacht op een filmpje, dat is een organisatie die rond jongerenwerk werkt. Dag in, dag uit. Ervoor zorgen dat personeel weet van kijk, dit is hetgene wat wij intern willen doen, maar ook tegelijkertijd de impact die wij in de samenleving willen verwezenlijken. En dat kan in een grote onderneming zijn, een kleine onderneming, dat maakt op zich allemaal niet zo heel veel uit. Maar het mede-eigenaarschap van het personeel staat daar wel heel centraal. En daarbij is het natuurlijk vooral belangrijk dat je niet zegt, goed, dit zijn onze waarden en we kloppen dat hier af, maar dat je continu als onderneming een soort cyclus in staat stelt om te zeggen, kijk, we gaan hier zelfreflexief mee om, we zijn kritisch naar onze manier, hoe dat we met die waarden omgaan en daar ook wel durft om genoeg mensen bij te betrekken. In hoeverre zijn wij er nu al in geslaagd om aan die waarden tegemoet te komen? In hoeverre percipieert de samenleving ons ook zo? En in hoeverre durven we dus echt wel zeggen dat wij een lerende organisatie zijn, een lerende onderneming zijn, die die waarden continu mee integreren in wat we doen? Dag in, dag uit, uw waarden waarmaken. Het komt misschien een beetje tegemoet aan wat u zei, zelf kritisch zijn, lerend zijn. Het gaat om wat je doet, niet om wat je zegt. En dat is ook wel een laatste kenmerk in onze toekomstvisie op ondernemerschap, namelijk dat het iets is dat waar je continu moet aan werken. We hebben nog maar 2 minuten, maar als slotvraag hadden we jullie graag voorgelegd op welke manier zouden bedrijven, heel concreet één initiatief of één concrete zaak, zouden zij hun waardegedrevenheid nog kunnen verbeteren of wat zou hen daarbij kunnen helpen? Hanne, mag ik bij jou beginnen? Ja. Ik denk dat er wordt vaak gezegd dat mensen zich moeten vinden, of werknemers zich moeten vinden in de waarde van het bedrijf. Ik heb ook vaak gemerkt dat die waarden eigenlijk soms nergens opslaan en dat het bedrijf soms eens moet gaan reflecteren en kijken, zijn onze waarden nog wel wat waar wij mensen mee aantrekken en zijn die nog wel van deze tijd? En dat niet alleen de werknemer moet gaan kijken, pas ik daarin, maar dat de werkgever ook soms eens kijkt van, zijn we eigenlijk nog wel met ons kopje erbij? Ja, oké, dankjewel. Walk your talk is eigenlijk wat je zegt en stel jezelf in vraag. Mm-hmm. Geert? Maak van uw raad van bestuur geen verzameling van machtige mensen, maar kies daar mensen met waarde. Okay. Dat is kort en krachtig. Isabel? Ja, een hele belangrijke vind ik practice what you preach. Hè. Dus zegt van in die jaarverslagen grote principes, al dan niet A4'tjes of zelfs bijbels van sommige bedrijven met hun waarden erin beschreven. Maar voer ze ook uit. En dat zit in alles. Dat zit in hoe je omgaat met werknemers. Dat zit in hoe je staat tegenover fair share van je belastingen betalen. Dat zit in zoveel dingen. Practice what you preach vind ik een hele belangrijke. En voor de rest, niet met oogkleppen op ondernemen, maar openstaan voor de wereld. Dank u. Mahatma Gandhi zei het ongeveer hetzelfde, maar in andere woorden, be the change you want to see. En die had meestal gelijk, toch? Kijk eens aan, kort en krachtig ook. Jan, Peumans? Ja, ik ga het even vertalen als afgevaardigde bestuurder van de NV, het parlement. Ja. He, want dat zeg je toch een beetje als voorzitter van het parlement. Ik vind eigenlijk dat de politiek eigenlijk een aantal van haar waarden is beleefd, misschien af en toe eigenlijk ook eens heel duidelijk in vraag moet stellen. En dat is natuurlijk in een politieke context. Dat is niet gelijk een creatieve zanger enzovoort. Daar ben je zelf meester. Maar in de politiek zijn wij, ik denk wat dat betreft, dus nu wat ik zit hier aan de staatssecretaris, maar goed, die is federaal, dat is niet zo gevaarlijk voor mij. Dat is nemen dat we onszelf wat dat betreft voor een aantal waarden eigenlijk onszelf een keer een vraag moeten durven te stellen. Mm. En ik denk dat wij dat veel te weinig doen. Want dan krijg je ook zo'n debat van wat Geert en van wat Isabel zei van over dat onderwijs.
Want het is eigenlijk veel gemakkelijker om altijd op dezelfde, ja, in dezelfde stroom mee te varen en te zeggen van ja, we hebben dat vorig jaar gedaan, het jaar erop doen we dat weer. En dan zijn wij misschien te weinig, met dat proces zijn wij misschien in de politiek te weinig bezig. Ook de overheid is een reinventing organisatie. Ja, maar je moet bij de overheid wel, je moet wel een onderscheid maken en daar ben ik heel gevoelig voor. Ja. De Vlaamse overheid is enerzijds de Vlaamse regering en die vertegenwoordig ik vandaag eigenlijk niet, want ik ben niet van de regering. En je hebt anderzijds het parlement en ik ben heel gevoelig aan het onderscheid tussen die twee. Maar ook het Vlaams parlement dus? Dat is nu een heel ander verhaal. Ik heb bijvoorbeeld een van de weinige parlementen in België heb ik een heel duidelijke overeenkomst gemaakt bijvoorbeeld met het Rekenhof. Het Rekenhof was bij ons eigenlijk totaal vergeten. Het Rekenhof heeft bij ons een heel uitgesproken plaats. Kijk maar, gisteren stond er weer een uitgebreid artikel in de Tijd, op bladzijde 18, over een of ander rapport van het Rekenhof. Nee, maar ik wil maar zeggen, dat is, ja. Dat is eigenlijk een beetje jezelf, waar je dus dagelijks mee bezig bent, van te zeggen, stel dat in vraag en probeer er een andere schwung, probeer er ook andere waarden in te brengen. België moet toch het enige land ter wereld zijn waar je een zin kunt beginnen met wij zijn een van de enige parlementen in dit land. Dat is een mooie afsluiting. Oké. Goed gezien, Jan. Onze vijf vensters van de onderneming van de toekomst zijn opgelicht. Vijf perspectieven waarmee wij hopen dat ondernemingen naar de samenleving kijken en omgekeerd. Vanuit gedeelde waarden, mensgericht, maatschappelijk geëngageerd, duurzaam succes nastrevend in een continu verbeterproces. Ik wil mijn gasten heel hartelijk danken. Jullie krijgen ook allemaal het boek van Frédéric Laloux, straks daarbij het trapje. Dames en heren, dank u wel.